geen lotingen meer voor de Nijmeegse Vierdaagse. Een mijlpaal voor Veerpont in Driel. En wiegen weer in het teken van sprookjesfiguren. Wandelaars die willen deelnemen aan de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse hoeven niet meer te loten voor een startbewijs. De organisatie van het wandelevenement kiest voor het eerst sinds jaren voor een inschrijfprocedure volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De organisatie voerde de loting in 2009 in, omdat de inschrijflimiet werd overschreden. De loting gold alleen voor debutanten van 16 jaar en ouder. Deze groep was dus niet van deelname verzekerd. Door te stoppen met loten wil marsleider Henny Sakkers deze groep meer zekerheid bieden. In de eerste plaats hebben wij natuurlijk ook gezien hoe in het evenementenland andere organisaties dat doen. Door een soort automatische wachtrij via de computer te genereren. Dat kan, dat is beproefd en is aanzienlijk verbeterd. En laten we wel wezen, de eerste periode van inschrijving, daar staat helemaal niet zoveel druk op. Het duurt nog wel even voordat de 48.000 bereikt zijn. Ik denk dat over het algemeen de wandelaars er tevreden over zijn dat ze die zekerheid nu veel eerder geboden krijgen. En dus veel eerder ja, hun trainingsprogramma, maar ook hun huisvesting kunnen regelen. En niet meer in afwachting zijn of het lot ze vriendelijk gezind is. De Vierdaagse werkt dit jaar met twee inschrijfperiodes. De eerste periode start op 23 januari. Alle deelnemers die minimaal één keer de Vierdaagse hebben uitgelopen of in de jaren 2005 tot en met 2011 zijn geboren, kunnen zich dan inschrijven. De inschrijfperiode eindigt vrijdag 10 februari. Hiermee wil de organisatie waardering tonen voor eerdere deelnemers en ook jongeren tot en met 18 jaar motiveren om mee te doen. De tweede inschrijfperiode start maandag 13 februari en stopt op 16 juni, tenzij eerder het maximaal aantal inschrijvingen van 47.000 is bereikt. De 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse vindt plaats van 18 tot en met 21 juli aanstaande. Winter Village, de overdekte ijsbaan op de Markt in Druten, krijgt vanuit de gemeente geen extra financiële ondersteuning. Fractievoorzitter Kees Arts van Kernachtig Druten had daarom gevraagd in de gemeenteraad. Hij betoogde dat de schaatsbaan een forse energierekening tegemoet kan zien en hoopte dat het college bereid zou zijn om Winter Village daarom financieel tegemoet te komen. Burgemeester Corrie van Ree Oud-Ammerveld antwoordde dat de ijsbaan al een subsidie heeft gehad. Ze zegt, je hebt het wel over gemeenschapsgeld. De hoge energieprijzen treffen ons allemaal. Een bijzonder feitje voor de Veerpont in Driel. Voor het eerst sinds de verbinding bestaat zijn er in een jaar tijd meer dan 100.000 mensen over de Nederrijn gezet. Dat is een stijging van zo'n 12.000 personen ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van andere veren heeft het Drielse veer één groot voordeel. Het kon dit jaar zowel bij hoogwater als bij laagwater gewoon in de vaart blijven. Dankzij jullie geloven we in sprookjes. Dat laat de organisatie Wiegen Is weten als reactie op het sprookjesverzijn. Afgelopen weekend stond het centrum van het dorp weer in het teken van Assepoester, Doornroosje, Frozen en Aladdin tijdens het sprookjesfestijn. Naast deze bijzondere figuren kon er ook weer volop worden geschaatst op de ijsbaan op de markt en werden ook de deuren van kasteel Wiegen geopend. Het kasteel is aan het begin van dit jaar heropend na een flinke renovatie en liet tijdens dit evenement een sprookjesachtig interieur zien. Ons hele verslag van het Sprookjesfestijn in Wiegen zie je zometeen na het RN7 Regio Nieuws. Afgelopen weekend waren er veel kerstmarkten, zoals bijvoorbeeld in Batenburg en Deest. Maar ook in Slek-Eelwijk was er een soort kerstfeer. Een keertje niet buiten, maar lekker warm binnen bij Galerie 1400 van Lindsay Hoogveld in het bekende Witte Kerkje aan de Dijk. Welkom in Galerie 1400, het Witte Kerkje van Slijk-Eeuwijk. We hebben dit weekend een kerstfair. Kom binnen.
In de galerij worden allerlei kunstwerken tentoongesteld, waaronder van Lindsay zelf. Speciaal voor de komende feestdagen heeft ze haar kerkje helemaal in kerststijl versierd. Bezoekers konden inspiratie opdoen van de versiering en natuurlijk de kunstwerken. Ik heb dit kerkje gekocht 8 jaar geleden. Dus het is mijn eigen galerie met mijn eigen schilderijen. Ja, alles is eigenlijk te koop. Dus mensen zien van alles en kunnen bijvoorbeeld hun tafel zo indekken met mooie onderborden van mijn eigen schilderijen. Die schilderijen zijn er ingebrand. We hebben hier hele leuke vaasjes van groene vingers uit Herveld. En we hebben prachtig kristallen glas met vloeibaar goud beschilderd. Zodat je je bijna een jonkvrouw voelt als je eruit drinkt. Ik ben de kerstengeltjes van mijn dochter aan het ophangen in het boompje. Mijn dochter maakt met poppenklei gezichtjes en maakt het met haren af en leuke kleding. En het zijn aparte kerstengeltjes, want ze hebben allemaal hun eigen karaktertje. Beetje eigenwijze kerstengeltjes. Ik vind kerst ontzettend sfeervol en gezellig. En het is iets wat ik... Een kerstmarkt vind ik altijd leuk om naartoe te gaan. Maar ik mis altijd toch de bijzondere dingen. Dus vandaar dat ik een upgraded kerstfair wilde organiseren. Bezoekers zijn erg enthousiast. Ja, ik kom wel een beetje in de kerststemming hier. Dat lukt wel. Jazeker, hier wel. Ja? Kijk maar om je heen. Het is een en al kerst en kunst. Wat wil je nog meer? Het is wel anders dan een kerstmarkt, hè? Vindt u dat leuk? Van kerstmarkt hou ik niet zo van. Dus dit is meer iets voor u? Dit persoonlijke. Knussen. Ja, nu houdt het ook vol met kunst. Bent u een kunstliefhebber? Ik mag het graag zien. Maar ik ben zelf geen kunst... Ja, nee. Ik vind het leuk om te kijken. Maar ik hou meer van een hapje. Plaatjes als dit zullen we voorlopig even niet meer zien, met vorst aan de grond en een heldere lucht. Nee, vanaf vandaag was het een hele andere dag dan de dagen ervoor. Grijze luchten, de nodige buien, daar kwam het eigenlijk wel zo'n beetje op neer. En eigenlijk kan ik er heel kort over zijn, dat houden we deze week ook wel zo'n beetje aan. Ja, morgen is ook een natte dag. Van de ochtend tot in de avond hebben we in onze regio kans op de nodige buien. Het is niet koud, graadje of 10, maar een goede regenjas is dus geen overbodige luxe. Ook de dagen erna houden we last van regengebieden die komen en gaan. Woensdag lijkt het nog een beetje mee te vallen bij ons. Het eerste regengebied komt in de loop van de dag via het westen ons land binnen. Dus als het mee zit, arriveert dat pas later op de dag in onze regio. Maar al met al blijft het een natte bedoeling deze week. En tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar alweer het 7e verslag van het trainingskamp van NSC in Spanje. In een nieuwe NSC-update. Daarna zie je ook nog ons verslag van het weekendse Sprookjesfestijn. Morgen zijn we weer terug met het nieuws vanaf 6 uur op RN7 en natuurlijk doorlopend op rn7.nl. Graag tot dan.